En dan nu? Hallo kijkers. Het Keizer Karelplein had de naam van een ingewikkelde rotonde te zijn. Niets is minder waar. Het is de makkelijkste rotonde aller tijden. Al bijna 30 jaar is dit onveranderd en nog steeds een weg waar je rechts voorrang moet verlenen. En dat is het hele eier eten. Je kunt er makkelijk een heel rondje op rijden. Gewoon voor je kijken en rechts in de gaten houden of er niks aankomt. En toen kwamen de verkeersdeskundigen. En die vonden dat rotondes verbeterd moesten worden om de doorstroming te bevorderen. En die hadden borden bij zich en pijlen en verwijzingen op de weg die niet eens volledig uitgeschreven zijn. En rotonde aanduidingen met rijbaanafscheidingen en waarschuwingsborden. En ze bedachten nieuwe pijlen en nieuwe borden en verdeelden de rijbanen. En bedachten dat je rechtdoor moest kunnen rijden op een rotonde. En dat je ook linksaf moet kunnen slaan op een rotonde. En dat je om linksaf te slaan rechtsvoor moest sorteren. En stoplichten, heel veel stoplichten, zodat het verkeer beter door kon rijden, zeiden ze tegen elkaar. En ze bedachten zeggen en schrijven 1 oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. En ze bedachten nog meer pijlen en strepen en kregen in de gaten dat er te veel borden hingen. En toen hebben ze maar wat borden weggehaald en het frame over de weg laten staan. En ze lopen nog steeds vrij rond en werken minstens 32 uur per week voor de gemeente Nijmegen. Al 5 jaar geleden heb ik dit verkeersbord bedacht. Het betekent let op, misschien kunnen we er daar een paar van in de stad hangen. Op een rotonde bijvoorbeeld.